Die zou zijn winkel in de Weldadigheidsstraat willen sluiten en verhuizen naar de Slachthuissite. Veel drinken tijdens Rock Werchter. Het was dit jaar niet alleen een must door de hitte op het festivalterrein. Drinkenbroers steunen dit jaar onbewust ook nog een goed doel. De festivalorganisatie heeft namelijk alle dopjes van de plastic drankflesjes bijgehouden om het Centrum voor Geleide Honden te steunen. Want zo'n plastic dopje is meer waard dan je denkt. De vrijwilligers van het Centrum voor Geleide Honden laten met veel plezier hun zakken vol. Ze brengen deze dopjes naar een recyclagebedrijf. Dat koopt ze op en met het geld probeert het centrum zoveel mogelijk blinde geleide honden in te zetten. Om één geleide hond te financieren heb je wel 68 ton dopjes nodig. Hoeveel dopjes zijn dat ongeveer? Heb je daar een idee van? Er zit er ongeveer 400 in een kilo, dus als je 68 ton nodig hebt, zijn dat een hele hoop. Wie alleen zijn colaflesje besteld heeft aan het oog op Werchter, weet dat de dopjes er altijd afgehaald worden. De medewerkers hebben de dopjes allemaal apart gehouden om ze nu weg te schenken. We hebben dus het voorstel gedaan hier aan Rock Werchter. Een hele organisatie stond erachter en iedereen heeft de dopjes verzameld. Is het van Rock Werchter alleen? Of? Nee, die dopjes zijn verzameld tijdens de TW Classic, Rock Werchter en Madonna. Voor een eerste keer is de opbrengst van deze dopjesactie lang niet slecht. Er is zo'n 1500 kilo verzameld. We hopen dat er veel gedronken is. Dus alle plastic dopjes van drankflessen zijn welkom. Dus warme Rock Werchter is zeker welkom voor ons. Wat is er zo het meeste gedronken, denk je, als je het hier ziet staan? Oh, ik denk dat er vooral cola en water gedronken geweest is. Dus veel frisdranken. Als de organisatie volgend jaar ook bier in flesjes met een plastic dopje aanbiedt, zou dat wel eens kunnen veranderen. Vorig jaar zamelde het Centrum voor Geleide Honden bijna 195.000 kilo in. Goed voor bijna 3 honden. Wie de dopjesactie mee wil steunen, vindt daarover meer informatie op onze website.